stap, ga je met me mee op stap. Want het is leuker met z'n twee. Pak je jas, pak je tas, trek je schoenen aan. Want er komen heel veel leuke dingen aan. Op stap, stap voor stap, op stap, wij gaan op stap. Hey, hallo. Wat leuk dat jullie er zijn, joh. Zeg, ik heb zin om vandaag een mooie tekening te maken. En daarom heb ik een lekker plekje uitgekozen aan het water met allemaal bootjes. Dus ik ga beginnen, want ik heb verf, ik heb stiften, ik heb potloden. Eerst maar eens even wat inkleuren met stift. Oh, die stift is leeg. Nou, die misschien. Die is ook leeg. Nou, nog eentje dan, hoor. Mijn stiften zijn leeg. Nou, dan moet ik maar verf gebruiken. Ik gebruik wel even blauw van water. Zo, een beetje water. Oh, dat lukt niet helemaal. Dan doe ik maar even groen van de bomen. Zo, ach, wat doe ik nou fout? Ach, nou, het lukt helemaal niet vandaag. Weet je wat? Ik ga wel even iemand anders vragen of die mooie tekening voor me wil maken. Want ik ken iemand die van beroep tekenaar en schilder is. Iemand die het zo leuk vindt om te tekenen dat hij het de hele dag doet. En hij heet Harmen. Harmen van Straten. En toevallig woont hij hier in de buurt. Dus ik ga gewoon bij hem op bezoek. Gaan jullie met me mee? Dan kunnen we nog wat van hem leren. Kijk, de Ververstraat. Ik ben al in de buurt. Hé, hey, hier woont Harmen. Weet je wat? We gaan even een grapje met hem uithalen. Wie is daar? Nou, dat is gek. Ik zie echt helemaal niemand. Nou. Harmen! Hey Dirk, hey, ben jij het? Kom binnen. Ja, kom maar dan. Hey Harmen. Ik hield je mooi voor de gek, hè? Ja, dan kat je wat door, hoor. Ja. Oh, wauw, wat een mooie tekeningen, joh. Dankjewel. Heb jij die allemaal gemaakt? Ja. Misschien wil je wel eens laten zien hoe je tekent. Natuurlijk. En misschien wil je het ook wel even zien. Dan kunnen we er wat van leren. Ik ben eigenlijk al begonnen met een pinguïn. Ik zie het. En teken je nou altijd met stiften of met kleurpotloden of met verf? Nee, ik teken met pen en met inkt. Kijk, met verf en een penseel kun je schilderen. Kijk, ik kan dus geel nemen. Ja. En dan doe ik een beetje blauw erbij. Ja. En dan heb ik groen zien. Hé, hey, dat is grappig. Ja. Dat is mijn kleur. Ja. Nou, het wordt wel een mooie tekening, denk ik. Ik hoop het. Hey. Maar Harmen, kun je ook tekenen met chocopasta en pindakaas met een kwast en daarna de tekening opeten? Nee, Dirk. Chocopasta en pindakaas smeer je op een boterham. En tekening smaakt echt niet lekker, hoor. Oh. Maar ik heb best wel zin in een boterham. Hé, dat is ook lekker. Zullen we een boterham gaan schilderen? Gaan we een feestboterham maken? Niet met de kwast, maar met een mes. Oh. En eet hem daarna lekker op. Zo, brood, aardbeien. Lekker! Krentjes. Hagelslag. Wat gaan we doen? Gaan we een gezicht maken, Dirk? Een gezicht? Ja, dat vind ik leuk. Dan doe ik met die aardbeien hier, doe ik een... Oh, de ogen. Oh, dan maak ik er een neus van. Zo, hop. Ja. En van de kokosbrood doe ik een lekker klein roze neusje. Oh, en dan maak ik daar een mond van. Kijk, ik snij hem gewoon even af zo. Oké. Okay. En van de rozijntjes maak ik een mond. Dan doe ik dat ook. Zo. Van dus de hagel. Maak ik mijn haren. En ik doe dat ook. Kijk eens. Zo. Dit is een hele lekkere. Nou, ik heb er best wel zin in om hem op te eten. Ik ga hem opeten. Lekker. Lekker. Heerlijk. Hé, maar Harmen, moet je nog wel die tekening maken zo, hè? Ik moet om 2 uur naar een afspraak. 2 uur? Maar hoe laat is dat dan? Wanneer is het 2 uur? Als de grote wijze helemaal bovenaan staat. Maar dat is al bijna. Daarom moeten we vlug gaan beginnen. Oh, dan moeten we opschieten. Ik moet wel een tekening hebben. Nou, ik ben benieuwd. Wat ga je tekenen? Nou, ik had al een tekening een beetje gemaakt. Ja. En we hebben niet zoveel tijd. Dus zal ik de pinguïn gewoon afmaken.
Ja, dat vind ik leuk. Ja? Pinguïn is toch een leuk dier? Loopt een beetje zo. Ja, een beetje mengen met water. Kijk. Het wordt wel mooi. Maar het schiet niet echt op, hè. Eens kijken hoe laat het is. Het is echt al bijna 2 uur. Die tekening komt natuurlijk nooit op tijd af, hè. Hé, als ik nou de klok een stukje terugdraai... dat merkt Harmen toch niet. Die zit zo te tekenen. En dan heeft hij wat meer tijd om de tekening te maken. Wat? De tekening is ook een stuk teruggegaan. Nu komt hij helemaal niet op tijd af. Ik weet wat. Ik wens gewoon dat het sneller gaat. Misschien gaat het dan wel sneller. Ik wens dat het sneller gaat. 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 Ja. Zo, de tekening is klaar, Dirk. Alsjeblieft. Oh, zien jullie dat? Mooi is die, hè? Oh, Harmen, hier ben ik echt heel blij mee, hoor. Hé, Dirk, het is al 2 uur. Ik moet naar mijn afspraak. Oh, maar ik wou vragen of je nog een tekening wou maken. Echt niet lukt, Dirk. Ik moet echt naar mijn afspraak. Maar weet je wat? Hier zijn alle tekenspullen. Ik heb je nou uitgelegd hoe het moet. Dus je kunt het nu zelf. Maar niet met chocopaste en met de pindakaas. Ik zal het niet doen, Harmen. Hé, Dirk. Hey, Harmen, bedankt voor de mooie tekening, hè? Tot ziens, hè? Ik ga het gewoon zelf proberen. Ik ga een mooie tekening maken met mijn potlood op papier. Ik ga een mooie tekening maken en ik heb heel veel plezier. Wat voor kleur zal ik gebruiken? Groen is de kleur van het gras. Blauw is de kleur van de lucht. Rood is de kleur van het dak van het huis. Ik ga een mooie tekening maken met mijn stiften op papier. Ik ga een mooie tekening maken en ik heb heel veel plezier. Wat voor kleur zal ik gebruiken? Oranje is de kleur van de zon. Geel is de kleur van de bloemen. En bruin is de kleur van de deur van het huis. Met mijn verf op papier. Ga een mooie tekening maken en ik heb heel veel plezier. Wat voor kleur zal ik gebruiken? Alle kleuren van de regenboog. Die staat in de lucht heel hoog. Een regenboog. Hoor. Ik doe hem in de tekenmap, samen met de tekening van Harmen. En dan neem ik hem lekker mee naar huis. Hey, dat is leuk. Jullie zijn aan het vingerverven. Nou, dat is eigenlijk nog veel leuker dan gewoon verven. Hey, maar daar weet ik wel een liedje bij. Weet je wat? Ik ga het zingen en dan gaan jullie lekker verven. Daar gaan we! Klieder, gledder, klodder, de verf lijkt van modder, we kliederen op het papier. Klieder, gledder, klodder, de verf lijkt van modder, we kliederen daar en hier. We verven met onze vingers, we verven strepen en slingers. Alles zit onder de verf, maar dat vind ik helemaal niet erg. 4, 3, 2, 1. Klieder, kledder, klodder, de verf lijkt wel modder. We kliederen op het papier. Klieder, kledder, klodder, de verf lijkt wel modder. We kliederen daar en hier. We verven met onze vingers. We verven strepen en slingers.
Alles zit onder de verf. Maar dat vind ik helemaal niet erg. Zo, nou, ik sta er gekleurd op. Maar het was wel hartstikke leuk. Tot de volgende keer. Dag.